Gaan we dit huisje doorzoeken? Wil je niet gelijk naar die mopman? Oh, hier is echt... Ja, hier is het lampje al. Hier gaan we gewoon even naar binnen. Zullen we echt binnen zitten te wachten op dat lampje zitten? Tegenaan te spartelen. Dat is een echte mot waarschijnlijk. Maar dat lampje staat niet aan, toch? Kijk, ja, ik kan het net niet zien ook, hè. Wat is hij aan het doen? Oh, een souvenir. Als hier, hier is een mopman, nee, neem het souvenirtje, zeg je. Neem het souvenirtje mee, anders niet. Oh, ja, dat snap ik. Heb je een mooie gedachte nog wel? Ja, anders neem je het mee terwijl het saai was. Ja, precies. Dan zit je ermee. Oh, dit doet me denken aan die keer dat het saai was. Dat je hier in huis staan. Ik zie... Oh, is dit hem? Zo, joh, dat is helemaal niet! Is dit hem ook? Zo! Is dit hem? Nee, dit is een deceased red roach. Een deceased red roach. Oké, oké. Dat is wel groot, hoor. Als een mopman zo groot is, ben ik gewoon... Tevreden. Zo flink... Hier is hij niet. Nee, dat is helemaal niks. Maar hier heeft hij misschien wel geslapen. Ja. Die was een teleurst, hè? Waar is die mopman? We kunnen wel goed uitkijken op dit veld. Ja, een beetje balen wel hoor. Ook al is het wel mooi dit, maar we hebben de mopman nog steeds niet gevonden. En kijk wat de chat nu zegt. Informatie over de mopman, jongens. Wacht tot de nacht. Hij komt in de nacht. Ik geloof het op zich wel. Wil je echt wachten tot de nacht dan? Ja, tuurlijk. We gaan even een kampie opstarten. En we gaan lekker met de mannen wachten. Lekker kamperen. Wat denken jullie daarvan, mannen? Ja! Ik vind alles ook zo gezellig ook allebei, hoor. Hoppa! Alsof hij Mickey Mouse is. Een robot, met een robotgroep aan. Dat zijn die hangjongeren van de toekomst. Ja. Whatever. wat kijk je? Komt een groepje ratjes aan. Van schattige... Ze zijn schattige ratjes! Kijk nou! Ken, dit is een leuk momentje, hè? Dit is Disney-achtig al was het niet allemaal dood om ons heen en zo. Ja. Zie je dat? Ja, lijkt wel echt een lamp aan te staan. Het is wel dus licht. Misschien gaat het gewoon echt gebeuren s'nachts. Hoe laat is het nu? Maar het is op zich wel logisch ook. Het is nu... 10 uur. Dat kan niet lang meer duren voor die zon ondergaat. Maar er zit ook echt niet voor niks zo'n gigalamp erboven. Ik ga nou even kijken. Nee, een ladder. Dacht het even niet, baby. Hoppa. Ja, deze kan je aanzetten, sowieso. Dat kan sowieso aan. Hebben jullie wel het lampje aan allemaal, jongens? Even het lampje aan. Oké, dankjewel. Kom op, even nadenken, jongens. We zijn op zoek naar een motje, kom op. Zou ik ook kunnen landen op mijn benen gewoon prima? Het is verleidelijk om te testen. Ja, mijn benen zijn zo sterk. Je hebt gemuteerde benen. Ja. Maar ik weet niet of dit het moment is. Oh, hij heeft iets gezien, hoor. Wacht eens even. Echt, ik denk dat het straks gaat gebeuren, Timon. Deze vuurtorenlamp. Komt al, ja, de vuurtorenlamp gaat aan. En die mot komt eraan gesparteld als een ware mot. Ja. Mensen zeggen wel volg me. Hij zegt steeds volg me. Zullen we hem volgen? Ja, is goed. Even kijken wat hij wil. Maar pas alsjeblieft op, Timon. Dit is niet het moment om te sterven. Oké, we gaan je volgen. Die gozer gaat echt iets laten zien. Oh, die wil hier iets laten zien. Papiertje. Oh, papiertje. Een noot. Even lezen, hoor. Hoe staat hij zo over de mot, man? Peter, echt. High priestess. I was right. The fireflies come here to mate. Seks. Ja, seks. They go a little crazy and I got hurt pretty bad. But I was able to gather enough goo to light the lamp. Oh, dat is wel wat ze omschreven hebben. Now, I just have to wait. Ik heb het gevoel dat mijn Gandalf slechter is geworden. Ja, dat lijkt niet echt meer op Gandalf. The great modman will come. He has to... Timon, dat zit op het juiste spoor. Ja, dit is heel nice. Ik heb er wel zin. Ja, ik ga je wachten op, Peter. Ik ga je nooit meer weg als het moet. Je bent ook aan het juichen, aan het springen. Ja. Duimpies. Echt, nee, dit wordt goed. Top gaat het hier. Oh, nee! Oh, red hem. Ik ga hem redden. Die heeft echt gebroken beentjes dan. Ik ga Stimpak. Ja, nee, dat dacht is zonde. Het weet je hoe zonde niet. Dat is? Die heb ik net gevonden, gek. Oké, jullie mogen hem redden, jongens. Jullie mogen hem redden, maar één Stimpak is 100 euro waard. Okay. Oh! Hij sloeg hem echt. What the fuck? Maar die gozer heeft ons in het begin helemaal geholpen. Mike gaf hem echt de elleboog in zijn rug. Mike! Oh, de chat wordt boos op Mike. Die moeten zegt... we Mike wel straffen, hoor. Mike... Mike, de chat zegt, executeer Mike, zeggen ze allemaal. Executeer! Ik weet niet, Peter. Wat vind jij gepaste straf van Mike? Misschien één klap van, weet het. Dat hoedje. Hoedje inleveren. Stek hem drie hoedjes op elkaar, Timon. Inleveren het hoedje. Wij krijgen hem ook, terwijl hij ons niet heeft vermoord. Wij krijgen dat hoedje. Stil nou, ga je het er niet zeggen. Je moet gewoon van dit moment gebruik maken. Hoppa. Oké, ja. Prima kapseltje op de eerste. Hoppa. Stek hem maar. Drie hoedjes. Hoppa. Oh, dat wordt goed. Kijk, hoe staat er voor me dat lampie?
Ja, het wordt nog maar niet donker. Hè. Hoe laat is het inmiddels? 00:30. 00:30 is nog niet eens één mopman te bekennen hier. Kijk, ik zal nog een berichtje in de chat even bekijken. Je moet bij de vuurtoren blijven wachten en dan komt uiteindelijk de event, de Path of Enlightenment. En dan moet je Toads en Fireflies killen en die droppen dan een bepaald item. En als je er daarvan 50 hebt, moet je die in een lamp stoppen boven in de vuurtoren. Oké, okay, nou, dan zullen we gewoon wachten, maar weet je wat, ik wil dit meemaken in mijn leven. Ja, we gaan het gewoon doen, totdat het is gewoon, ja, tuurlijk Peter, ik heb het sowieso naar mijn zin. Ik vind het gewoon echt prachtig, als het gaat lukken, dan ga ik... Dat is echt zo'n moment. Ja, ik weet niet. Ik ga niet weer huilen, maar wel, misschien wel een traantje van blijdschap. Dat is... Maar als je het aan gaat kondigen, is het minder spontaan en ja, natuurlijk. Okay, maar ik weet gewoon hoe mooi ik het ja, maar ik weet ook hoe je dan weer gaat zitten. Dan ga je echt zitten persen, terwijl je niet eens bijna... Ja, als ik het beloof en ik voel het ja, maar niet dan echt, moet je het niet beloven, persen. Want het is gewoon helemaal niet zo'n moment om te huilen. Ik heb het nu al een soort van beloofd. Dus nee, ik, Oh, hey, ja, hey, ja, hey, ja, ja, daar staat hij! Ja. Ik zal omschrijven wat er gebeurde. Timon maakte werkelijk een vuistje en hij stak hem in de lucht. Blijdschap. Kill Fireflies to collect... Biolusmusic fluid. Deposit the bazooka fluid in the lamp. Peter, dat is onze taak en dat gaan we doen. Oh, zijn dit al vuurvliegjes? Is het een vuurvlieger? Nee. Oh, we moeten 15 minuten, we moeten het wel halen. Want het kan ook gewoon nog zijn dat we het niet gaan halen nu, hè. Oh, want je hebt 15 minuten de tijd om dit te doen, werkelijk. Pak ze hem ook. Oh! Dit is prachtig! Oh! Dit is echt, die beesten echt... Het is je beste wapen ook, oei! Ja, dat is echt een sterk wapen. We moeten nu echt niet doodgaan, Timo. Dit moeten we echt hebben. We hebben nog 0 van de 50. Help! Ja, fluid. Ik heb fluid. Oh ja, je hebt er nu 1? Ik heb er eentje. Maar we zijn samen met het team, hè. Dus iedereen mag meewerken, is het. Maar het is nog steeds 0 van de 50 staat in Ja, je moet ze in een lamp doen, dan komt het erbij. Dit is echt gekke huis, joh! Oh, die berg... een berg slappe kikkers. Oh, heerlijk. We poppen er een paar in het lampje. Gewoon even om ja, te kijken hoeveel we hebben. Ik heb maar 2. Ik heb er zomaar 2. We zijn helemaal naar boven. We hebben nog... 10 minuten, ruimte 12 minuten. Kijk, hoeveel hebben we nu? Oh, we hebben 9. Deposit. 12 hebben we nu. 12 pas. Moet even doorschieten, Peter. Moet even doorschieten. Ja, we moeten echt doorgaan, jongens. Dit gaat nog spannend worden. Wat als we falen? 0%? Hoe slecht ben ik in mikken? Oh, 2, ja, nice. Ja. Hoppakee. Echt, iedereen is ook aan het schrapen, hè? Hop. Hoppatee. Wat is hij, joh? Oh, complete! We hebben het gedaan! Is er een lamp? Oh, lampje staat er! Oh! Is het hem? Wat is dit? Is het hem? Een wise man, man! Hij is bij! Wow! What the fuck? Hij is beter dan ooit! Hij is zo lief! Hij is onderbroekloos, joh! Hij is heel lief! Commune! Wat betekent dat? Wat een cutie! Oh, bereid hem, bereid hem! Ja! Timo, we hebben het gedaan! Hij is zo lief! Hij is beter dan ik ooit gedroomd had. Hij is echt heel goed. Had je dat ranzige standbeeld van hem gezien, joh? Ja, dat hij een onderbroek aan. Ja, hij blijft nu zo lang. Iemand had een foto met hem. Ik ook op de foto met hem. Hoe kunnen we een foto maken? Iemand maak een foto voor ons. Boven lag een fotocamera. Echt? Ja, maar die moet ik dan pakken. Nee, dat is... Haal ik dat niet. Misschien heb ik hem nog bij hem. Heb ik hem wel opgepakt. Oh, misk. Nee, ik heb hem niet meegepakt, Peter. Oh nee, gaan we hem snel halen? Ja, ik wil wel foto's, Timon. Ah, fuck. Ik zou een feitje over deze game geven, heel snel. Een feitje, Timon. No? Als je een foto maakt, ja? Kan die als laadscherm langskomen. Dus hoe prachtig zou dat worden? Dan wordt een lader wordt gewoon mooi. Fuck. Oh, gaat hij niet weg nu? Oh, gaat hij weg? Dan word ik helemaal gek, hoor. Maar dit is een moment voor een foto en dan gaan we dat missen. Camera, okay, ja. Ja, pak hem en weg. Kom op. Oh, ging mij over het randje heen. Oei. Snel, Timon, snel. Snel. Afsnijroute, Timon. Alsjeblieft, ik wil maar die gozer op de foto nu we hem eindelijk hebben gevonden. Fuck. Ik word raak helemaal in paniek. Timon. Fuck. Het is heel stil buiten ook opeens. Yes, hij is er nog. Oké, camera. Oeh. Ja. Moet iets naast hem staan. Moet je ervoor staan, Timon. Je gaat zo lang. We gaan dit is het mooiste moment van mijn leven. Je gaat ervoor staan. Ja. Steek een foto, ja. Draai even mooi omheen. Jongens, ja. Staan jullie allemaal goed voor? Ik wil eigenlijk even een emote doen. Oh nee! What the fuck! Nee. Fuck! Maar staat iedereen met een duimpje? Okay, uitzoomen. Iedereen even een duimpje, jongens. Even je pose aannemen. Ik wil mijn duimpje. Nee! Ik was niet klaar! Jongen, dit is echt zo typisch. Hij kon nog het ook niet eens aan. Hij is gewoon weg ook in één keer. Mooi. Dit is echt zo typisch, ja. Leuk. Maar we hebben hem wel gevonden, Timon. Ja. En hij was beter dan ik verwacht had. Het zag goed schattig hieruit. Ja, dat was heel leuk.
Sorry Peter, dan moet ik maar met de tweede, ene beste keuze gaan. Een dooie kikker? Met een dooie kikker op de foto. Oké, okay, is ook oké. Okay. Man, achter, links van, nee, jullie gaan nu juist in de foto. Jullie staan in het kader, dankjewel. Dankjewel, jongen. Ja, dankjewel. Ja, is leuk. Dat is een prima foto. Grappig, man. Waar? Grappig, hoor. Oh, daar. Zet die vreugde pino in. Ik ben al bezig. Prima.